Hallo vloggers, leuk dat jullie er weer zijn. Welkom op Nathalie's trimvlog. Vandaag wil ik wat vertellen over deze strippers. Zijn diamantstrippers. Diamantstripper. Diamantstripper. Toevallig zag ik vorige week op Trimsalon Professional een vraag hierover staan. Wel of niet? Nou, zoals jullie zien, ik heb ze allebei. Ik heb zowel degene met de tandjes als zonder tandjes. Ze zijn vrij prijzig. Ze zijn volgens mij €160. En ik heb deze als eerste geprobeerd. Ik moet zeggen, ik ben daar wel van gecharmeerd. Toen wist ik dus nog niet dat er ook één bestond zonder de tandjes. En ik wil jullie graag even wat laten zien. We hebben hier een Jack Russell, ruwhaar. Nou, zoals jullie zien, dit hondje dat wordt door ons helemaal geplukt. Dus niet in een stripvacht, dat willen die mensen niet. Er komt één keer in de vijf maanden komen die mensen dit hondje laten plukken. En nou, ik ga jullie even laten zien wat die diamantstripper dus allemaal kan. Ik vind het een hele handige grip. Nou, natuurlijk moet je met de haargroei meetrekken. En ik wil jullie het graag een stukje laten zien. Ik kwam het eerst uit. Dit hondje is al helemaal gewassen. Die heeft 20 minuutjes in de shampoo gestaan. Die hebben we opgeblazen. En nou, zoals jullie zien is helemaal droog. Wij plukken graag op een schone vacht. Dat heeft twee redenen. A, als het geplukt is, dan ben je ook klaar. En B, alle viezigheid en de losse haren en zo, die heb je er allemaal uitgeblazen. Dus als deze dadelijk klaar is met plukken, dan is die ook helemaal klaar. De dermastripper. Oké. Het platte kantje, daar hou je, daar pluk je mee. Kijk, je pakt echt de punten. En je maakt een deze beweging. Dus iedere pluk die je trekt, pak je met je duim vast. En je zorgt dat je deze beweging maakt. Met de haargroei mee. Dus nooit zo. Want dat is heel pijnlijk. Maestro, ga eens weg daar. Maar echt. Dus met een soort draaiende beweging. Trek je plukje voor plukje, trek je dat haar eruit. Natuurlijk hou je de huid strak. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ervan gecharmeerd. Je hebt hele goede grip erop. Het is echt mooi ruw. Ga eens even zitten kijken, dan kan ik het misschien wat beter laten zien. Ik hou met deze hand, trek het weg. Normaal beginnen we aan het gezicht, maar ik wil je even laten zien hoe lekker dit plukt. Dan moet ik ook wel eerlijk toegeven dat het. Ga eens even zitten. Dat het een heel lekker. Even zitten. Heel lekker plukvachtje is. Kijk, ik doe echt de punten. En ik trek het. Ik heb er echt heel veel grip op. Nou, als je een korte. Rukjes aan geeft. Nou, je ziet het, de hond reageert er eigenlijk niet eens op. En ik zou zo bijvoorbeeld met deze wel een hele, ja, zeg maar een basset kunnen doen. Nou heb ik gehoord dat er natuurlijk mensen zijn met grote handen die de greep niet lekker vinden, maar ik heb natuurlijk maar hele kleine handjes. Kijk, en die passen er precies in. En wat je ook ziet, je snijdt het haar niet af.
Dus je hebt echt heel veel grip. Dit is met een soort diamant stofcoating hebben ze dit gemaakt. En je ziet ook, het komt ook echt uit. Dus je snijdt niks af. Het is echt heel goed te plukken. Kijk, ik wil jullie even deze kant laten zien. Kijk, deze kant heb ik helemaal gedaan. Hier, er zitten geen gaten, geen helemaal niks in. Het is allemaal onderwol. Deze zou eventueel gestript kunnen worden, maar dat willen die mensen niet. Ik zeg nogmaals, deze komen één keer in 4,5-5 maanden om dit hondje te laten plukken. Het gezicht gaat ook. Helaas hebben deze mensen, kijk, jullie kunnen het zien, hè? Helaas hebben deze mensen al het garnituur afgeknipt. Dus dat is wel heel erg jammer. Nou heeft de diamantstripper ook een klein dingetje. En dat is echt, daar kan je perfect, kijk, de oortjes mee plukken. Zie je, dat is een heel klein stukje. Kan je heel fijn en heel secuur, kijk, heel secuur kan je daar de puntjes van het oor mee plukken. De binnenkant. En dit moet je natuurlijk met kleine plukjes doen. Je gaat niet aan de binnenkant van een oor enorme stukken wegtrekken. Hier, heel voorzichtig. Kijk, en dit doe je dus met het kleine stukje. Kijk, dit is al wel wat meer. Dus hier kunnen we dan weer het grote stuk voor gebruiken. Nou, helaas nogmaals is dit al weggeknipt door de mensen zelf. Zo kan je denk ik in een, nou, wat zal het zijn, als je lekker een beetje doorplukt, in een drie kwartier zo'n hondje gewoon lekker helemaal geplukt hebben. Ik laat dadelijk ook nog even een stukje zien met de tandjes. Diamex zie ik. Diama stripper. Ik ben ook alweer wat op leeftijd, dus ik vergeet sommige dingen een beetje. Ik laat ook nog dadelijk even met de Diama stripper met de tandjes zien. En jullie zien. En het hondje heeft totaal geen last ervan. En binnen no time hebben we zo'n hondje kort. Ik wil toch dit stukje ook even laten zien. Misschien een voorbeentje. Degene die filmt is Angelique. Degene die niet horen is mijn Loesje. Loesje, wil je even ophouden? En zoals jullie dus zien, gaat het zonder enige moeite. Plukken we al dat dode haar heel makkelijk uit. Dus ik had, er was iemand die dus vroeg doe of don't. Nou, voor mij is het een absolute do. Het is, ik vind het ideaal. Je hebt enorm goed grip op. Het enige wat natuurlijk een beetje in het nadeel van deze speelt, is dat hij wel enorm duur in de aanschaf is. Maar ja, goede spullen, daar moet je nou eenmaal wat in investeren. En het is de moeite waard. En ik denk ook dat hij gewoon je leven lang meegaat. Dus ik denk ook dat hij je leven lang gewoon ook ruw blijft. Dus het is een eenmalige uitgave die wat mij betreft de moeite waard is. Nou, zoals jullie zien ben ik nu, nou, ik weet niet hoe lang bezig, maar niet zo heel lang. En heb ik al 1/3 van het hele hondje aan deze kant helemaal geplukt. Willen jullie lief zijn? Ik doe het echt alleen maar, ik pak alleen maar de uiteinden. Loesje?
even een voorbeentje doen. Nou, zoals jullie ook kunnen zien, even iets beter vast. Is dit hondje altijd door ons helemaal geplukt, ook de beentjes. En dat is natuurlijk ook aan te bevelen. Als je natuurlijk plukt, dan zorg je ook dat je gewoon alles plukt. Het enige wat we niet plukken is het flamoesje of eventueel het pimmeltje. Dat wordt gewoon netjes geknipt. Ik kan je voorstellen dat dat geen lekker gevoel is. De haren van je piemel aftrekken. Zoals jullie zien, het is net alsof het niet vast zit. Dat zit het wel. Dus jullie. Nou, jullie zien, niks aan geschoren, is echt allemaal uitgetrokken haar. En dit zou je ook eventueel, zeg maar die korte kantjes ertussen, hier heb je iets meer grip. Kijk, soms zit er nog een haartje wat er tussendoor is geschoten. Nou, dat pak ik dan even gewoon zo. Dat veeg ik een beetje door mijn vingers heen. Zijn jullie zo lekker aan het spelen hier? Je mag dat wel even laten zien hoor, Lien. Kijk eens hoe lief mijn hondjes hier aan het spelen zijn. Mijn hondjes gaan altijd mee naar de salon. Kijk. Alsof je het afsnijdt. Zo ziet het eruit. Maar ik kan jullie verzekeren dat het echt allemaal uitgeplukt is. Echt eruit geschrokken. Als je het gewoon een beetje voorzichtig doet, kan je zelfs. Ja, en ik heb echt alleen de puntjes vast. Je ziet nergens een hapje, nergens een dingetje. Hallo, hallo, hallo. Gaan jullie lekker? Doe eens even rustig. Hier, je ziet geen hapjes. Het is echt helemaal netjes eruit geplukt. Even een bosje doen. Oh nou, wat zijn jullie lief voor elkaar. Kom hier. Het kost eigenlijk helemaal geen moeite. Nou, ik zit toch al 33 jaar in het vak. Je zal zeggen van nou, je bent eens een keertje moe met dat plukken of alles. Maar met deze, moet ik eerlijk zeggen, gaat het me allemaal vrij makkelijk af. Ja, hoe gaan we dit oplossen? Nou, ik pluk maar met mijn vingers wat eruit. En toch nog een beetje vorm in zit. Echt die teentjes kan ik daar heel goed mee doen. Deze plukjes daaronder, dat ga ik dadelijk even met de schaar doen. Ik wil even het andere, hoe heet die ook, Willy? Diama-stripper. De andere Diama-stripper laten zien, zie je? Goed dat ik Angelique heb, mijn rechterhand. Als ik iets niet weet, dan weet zij het mij wel weer te vertellen. Jij is links, hè? Jij rechts. Oh ja, jij bent mijn linkerhand. Zo. Nou maken we zo'n goed team. Oké, met de tandjes. Eigenlijk ook best goed. Het enige wat je dan hier ziet, en dat had je bij die andere niet, is dat die haartjes hier tussen blijven zitten.
Gaan jullie lekker? Nee, even hier. Oh, wat zijn ze stout, hè? Het is een beetje het einde van de dag. Dus ze zijn ook een beetje baldadig. Nou, deze doet het eigenlijk ook best goed. Het is denk ik ook gewoon een kwestie van smaak. Loes? Wil je ophouden? Mijn voorkeur zou uitgaan naar deze, de zonder tandjes. Omdat ik het idee heb. Oh, ik heb het idee dat hij gewoon mij wat beter plukt. En er blijft natuurlijk helemaal geen haar in zitten. Hè? In die tandjes kunnen nog wel eens haren blijven zitten. Dat je zeg maar wat eerder dat moet doen. Nou, ze zijn. Best een beetje lastig als je een vlog op wilt nemen. Een soort van ponyo's, zeg maar. Ophouden, ponyo's. Ja, zo kan je echt in een redelijke korte tijd. Kijk, je hoort het hondje helemaal niet. Het doet geen zeer. Het doet het korte, felle. Rukjes doe ik dat plukken. Dus ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Omdat het natuurlijk een onderwerp was op Trim Salon Professionals. Mochten jullie vragen hebben, kan gewoon onder de reacties. Angelique of ik beantwoorden ze graag. Misschien zijn er ook nog andere rassen wat jullie leuk vinden. We proberen zoveel mogelijk rassen te laten zien. Maar ik kan me voorstellen dat jullie misschien een bepaald ras hebben. Dat je zegt, nou, dat zou ik heel graag willen zien. Nou, dan gaan wij proberen om dat te realiseren. Goed. Dit is dus... Ja, dat is gewoon het haar moet er maar een beetje laten zitten. Hondje is echt heel braaf, heeft er echt geen last van. Dan gaan we dadelijk nog eventjes de voetjes rondknippen. En die gaat gewoon nog even wat verder plukken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dank jullie wel voor het kijken. En tot de volgende vlog. Doei!